Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Wij gaan vandaag gewoon iets heel erg leuks doen. Wij gaan vandaag namelijk de technische kennis van de personen op de ATH-beurs in Binnenhuizen testen. En daar hebben we een speciale manier voor bedacht als volgt. Even kijken. Ja. Zo, nou we hebben hem. En wij gaan aan willekeurige mensen vragen van welke machine dat deze elektromotor komt. Ben benieuwd. Meneer, goeiedag. Ik heb even een heel korte vraag nu. Wij hebben dit onderdeel uit een machine die hier op de beurs staat vandaan. En onze vraag aan u is of u weet van welke machine dat er zou kunnen komen. Denk van een grasmaaier. Blazen, denk ik. Van een bladblazer? Dat denk ik. Er zit nou sowieso wel dicht naar het trekken. Ja. Ik weet het niet. Nee? Zoutstrooi of zo, maar ja, die heb ik hier nog niet gezien eerlijk gezegd. Reinigingswagen. Gewoon een vaatwasser eigenlijk, die maakt ook culinair. Maar ja, die hebben we hier niet rijden natuurlijk. Heb je niet nog een hint? Mag ik assistentie? Je mag een assistentie hebben. Ja? Ja? Mag. Ja, dit is een actuator. Een actuator? Ja. Ja, het zal uit de trekker komen waarschijnlijk. Maar, Heb je ook een tip of zo? Het is het gebruikt water. Voor of vlees. Het is een beetje van het corrosiespul. Oké, dus daar gaat water doorheen. Iets van een vaatwasser? Nee? Wat zou het kunnen zijn? Waar zou het onderdeel vandaan kunnen komen? Ik zal het zo niet weten. Nee? Oké. Okay. Ja, mag ik een hulplijn inschakelen? Ja, je mag bellen maar. Oké, ja, ik ga dat doen. Wacht even hoor. Grote veldspuit. Ik kijk net dan. Vrijwel iedere boer heeft eentje. Ik denk van een hoge drukspuit. En ik denk met de berekening. Oh. Ik denk in de berekening eens. Nee. Ik ben niet per se een woeste machine te zijn. Nou, ik vind alles aardig woest. Airco. De afwasmachine. Ja! Was? De wasmachine. Wasmachine. Nee, dat is zo eigenlijk niet te zeggen. Even een wilde gok. Nee. Nou, we gaan voor de droger. Ja, een wasdroger. Wasdroger, ja. Kijk. Pellet. Lijkt wel een beetje op. Zou zo kunnen. Waar zou het wel kunnen wezen? Ook niet. Mensen van de agrarische wereld gebruiken het ook. Maar niet makkelijker van. Nee. Dus Han Busker, bij deze, u heeft deze jongens aangeleerd dat dit van een hark vandaan komt. Nee, dat komt van een trekker af. Het oh. Is een ander soort dynamo op 230 of 240. En dat doet de hark aan erin, voor elektrische hark. Oké. Okay. Gewoon een stekker erin de trekker zit. Geen hydrauliek meer. Ah, dat zou kunnen. En dan nu het verlossende antwoord op de brandende vraag voor deze week. Voor welk machine komt dit onderdeel? Het komt van de vaatwasser. Nou, vond je het ook een hartstikke leuke video? Geef me even een dikke duim en een reactie daaronder. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn YouTube kanaal agtrader.tv. Ik zeg tot volgende week.